Zo, we zitten op de motor en we zijn onderweg naar Barendrecht, naar Motorstore Barendrecht. En daar ga ik naartoe om twee motoren te rijden. De Suzuki GSX-8R en de V-Strom 1050 DE. En voor de oplettende kijker, ik zit weer op een andere motor, hè. Deze is niet van mij. Deze heb ik even in gebruik lenen in verband met de topkoffer achterop. Want ik heb wat nieuwe camera-spullen en wat audio-spullen en daar wil ik ook vandaag een beetje mee gaan experimenteren. Dus dat spul heb ik allemaal bij me. Ja, dat gaat er niet worden op de Honda CB500. Het grappige is wel, ik rij op de Kawasaki Versys 1000. En deze motor is de eigenaar daarvan is de oude eigenaar van de Honda CB500F. Waar ik nu momenteel zelf op rij. En dat is ook al opgevallen dat ik daarmee rij. Hey, heb je een nieuwe motor? Ja, dat klopt. Ik heb mijn Honda CB500F overgenomen van mijn maatje Kevin. Het is dezelfde motor die ik vorig jaar, ik meen in januari of februari, een video mee heb gemaakt. Een testvideo heb mee gemaakt. Die motor heb ik nu gekocht. Want Kevin, die ook terugkwam in mijn video voor de Kawasaki Versys 1000. Overigens mijn best bekeken video. En ik ga even tussendoor. Ja, die mocht van de 500, mocht die, van de 35 kilowatt, mocht die over naar het volledige. En die heeft gekozen, naar aanleiding van die proefrit, voor de Versys 1000. Nou, dus die heeft hij gekocht. Ik heb zijn CB overgenomen. En ze nu en dan pik ik hem even van hem. Want ja, mijn Honda Pan European staat nog steeds kapot. Ik hoop dat die in de komende paar weken kan repareren of verkopen. Want ja, ik ben gewoon aan het kijken voor iets nieuws. En dat is ook een beetje het doel van 50% van mijn dagplanning vandaag. Eigenlijk de afgelopen periode al. Ik ben aan het op zoek naar een nieuwe motor, naar een nieuwe daily driver. Of beter gezegd naar een nieuwe vrije tijdsmotor. Van mijn daily driver naar mijn werk, dat is de CB500 geworden. Lekker klein, compact, licht, heeft niet te veel vermogen, helemaal niet boeiend. Ik moet ermee naar mijn werk kunnen in de stad. Maar gewoon voor ritjes in mijn vrije tijd en om video's mee te maken, dus ben ik op zoek naar een andere motor en ik zit toch wat meer naar dit segment te kijken. De Allroad. En vandaar ook de Ducati video, laatste keer. En ook de video's vorige keer waarin ik de Versys 1000 heb getest. En waarom ik vandaag ook de V-Strom 1050 DE wil testen. Overigens ben ik heel erg benieuwd hoe jullie de audio vinden. Want ik heb een aantal nieuwe spulletjes. Eén daarvan is een nieuwe helm. En ik tik op mijn helm, maar dat zien jullie helemaal niet. Dus dat is compleet zinloos wat ik nu aan het doen ben. Maar ik heb ook een nieuw audiosysteem, want deze helm die ik heb gekocht is een Shure C3 Pro. En dat is een modulaire helm, ofwel een flip-up. En op het moment dat ik dat ding omhoog gooi, dan gaat mijn camera ook de lucht in. Maar aan mijn camera zit mijn microfoon in mijn helm. En dan zit je weer met draadjes te kloten en dat vond ik geen succes. Geen succes, lekker Nederlands, Roy. Dus ik ben op zoek gegaan naar een ander systeem en ik ben uitgekomen op het DJI Wireless Mic systeem. En dat is de audio die jullie nu horen. Dus ik ben reuze benieuwd hoe dat er zo meteen uit gaat komen. Ik heb één keer heel even snel droog getest. Heel even snel droog getest met de audio om geluidsinstellingen. Dat sloeg echt helemaal nergens op. Ben ik gaan googelen. Ik kwam ook op YouTube, daar kwam ik iemand een motorvlogger tegen die ook dit systeem gebruikt. En die adviseerde de instellingen die ik nu heb. Dus, zegen in de greep. Laten we hopen dat het ook goed uitpakt en dat ik ook überhaupt te verstaan ben. En ik zit me nu te bedenken, want ik heb twee microfoons. Eentje die zit in mijn rechter jaszak. En die zou dan theoretisch gezien het motorgeluid moeten oppikken. En die andere zit aangesloten op mijn lavalier mic in mijn helm. En die zou alleen mijn gewouw op moeten pikken. En ik bedacht me in één keer, heb ik mijn jaszak wel dicht gedaan?
Geloof het of niet trouwens, jongens. Kijk eens even naar buiten. Kijk eens even naar buiten. Ja, je zit binnen hoor. Ik ga een proefrit maken en het is een keer geen takkenweer. Ik heb altijd, als ik een proefrit ga maken, dat het regent, het waait, het weet ik voor wat. En het is vandaag een hartstikke mooie dag. Ik heb zelfs mijn zomerpak aangetrokken. En ik hoop niet dat ik er spijt van ga krijgen. Maar het wordt gewoon 21 graden dadelijk. Met, nou ja, prachtig mooi weer om lekker een motor te testen. Aan het begin van de video vertelde ik dat ik twee motoren ging testen bij Motorstore in Barendrecht. De Suzuki GSX 8R en de Suzuki V-Strom 1050 DE. Helaas heb ik van de Suzuki GSX 8R geen beelden. De SD-kaart in mijn camera was corrupt en daardoor zijn alle beelden verloren gegaan. Van de tweede testrit die dag voor de V-Strom heb ik wel beelden, maar ik kwam er later achter dat ik de verkeerde V-Strom heb meegenomen. Dus in plaats van de V-Strom 1050 DE heb ik gereden op de V-Strom 1050. Ik heb gewoon zelf niet op zitten letten en er was een kleine verwarring tussen mij en degene bij wie ik inschreef. Maar uiteindelijk blijkt dus achteraf dat ik de verkeerde motor heb getest. Dat is volledig aan mij. Dus de beelden die je zo meteen gaat zien, heb ik het over de 1050 DE, maar het gaat om de 1050. Nou, de Suzuki, de V-Strom 1050 DE. Dat is een gretig fietsje dit. Moest heel even wennen, hij hapt behoorlijk op het moment dat je aan het gas gaat. Hij is goed responsive. Dat is meteen ook het eerste wat opvalt. Wat me wel opvalt is ten opzichte van andere motoren, onroad motoren die ik heb gereden tot nu toe, is qua zitpositie dat ik al wel wat sneller wat kramp in mijn heup kreeg. Maar want de zit ten opzichte van het stuur, als ik bijvoorbeeld dat vergelijk met de Versus, zit je een stuk lager en zit het stuur een stuk hoger. Dus dat is wel even wennen. Maar je zit op zich prima. Nou, ik ga hier even een gaatje laten vallen als ze zo meteen op gaan trekken. Ik ken deze dijk op mijn duimpje.
remmen grijpen goed aan. Voelen ook niet sompig aan of zo. Of twijfelend. Lekker remvermogen. Het is jammer dat we die auto's voor ons hebben zitten, want dit is op zich een heel lekker dijkje om even wat bochtjes te draaien. Ja, met de snelheden waarmee we nu rijden, hoor, dat kan ik zeggen dat het een heerlijke bromfiets is. Nee, even zonder gekheid. Dus het grootste ding wat me opvalt is, hij is ontzettend gretig. Hij is ontzettend gretig op het gas. Ik merk wel wat trillingen in het zadel, in mijn kont. Nou kan dat door het asfalt komen hier, want het is gewoon bagger hier, maar... Hij rijdt op zich wel lekker. Ook in dit soort dorpjes, hoor je dat, zoals hier in Rome. Weet je, hij is gewoon handelbaar. Ja, daar staan we dan. We nemen even een kleine pauze, zodat de voorrijder even kan vragen of er nog bijzonderheden zijn. Of mensen hebben met problemen met instellingen. Nou, daar had ik al een beetje mee zitten klooien, dus dat ga ik niet doen. Cruise control op. Ik zit even te kijken. Hier een 2 ampère USB aansluiting aan de zijkant. Mooi duidelijk schermpje weer. Een mooi balkje om een bar om een navigatiesysteem op aan te sluiten. Op te monteren, dus dat je gewoon je telecluster en je navigatie hebt. Nou, een leuke fiets. Wat ik zeg, wat ik merk ten opzichte van de andere motoren die ik in dit segment heb gereden, zoals de Versus, de BMW, is dat je best wel laag zit en het stuur zit best wel hoog. En dat is even wennen, maar... En hij trilt wat op mijn kont. En dat vind ik wel vervelend. Jij wordt A en B al geprobeerd. Sorry? Heb je B al geprobeerd? Nee, nog niet. Die is wat fijner, hoor. Is dat zo? Weet je, even wat rustiger. Oké. Okay. Moet je wat proberen. Hij is wel vol vermogen gewoon, zelfs als A, maar wat meer lineair. Oké. Okay. Daar was wel wat gretig op het gastennet, ja, inderdaad. Dat is voor 5 minuten te vinden. Dus dat is fijn. Gaan we dat eens proberen. Hey, top, dank je voor de tip. Nou, hè, zo leer je weer eens wat. Ik had me er eigenlijk totaal niet in verdiept al van tevoren. Maar A is die dus inderdaad, wat ik net al zei, heel erg gretig op het gas. En in deze stand, in de stand B, ja, zou die dus wat rustiger moeten zijn. En, Nou, gaan we meteen eens even kijken wat hij kan in de achtervolging. Dat gaan we even mooi blurren natuurlijk.
op de snelheid letten bij deze kruising, want dit is echt zo'n verkeerslicht standje rijbewijs kwijt. Ik denk dat we zo te snel weer op gaan. Zo, en dan sluit ik weer mooi achteraan. Dat is het voordeel als dit een thuiswedstrijd is. Ik weet precies hier hoe de weg loopt. Nou gaan we een stukje snelweg proberen. Nou, ik ben ook op de snelweg. Ik rijd nu netjes 102, 103. En hij loopt gewoon rustig door. De trilling is trouwens wel wat minder nu onder mijn zadel, of onder mijn kont. Dat lijkt nu wat minder te zijn. Dus misschien dat het ook gewoon te maken heeft met dat ik in het verkeer snel dat ik in die A-stand heb gestaan. Waardoor die wat gretiger is. Nou, weet je, we gaan het meemaken. Nou, wind heeft hij ook niet heel veel last van. Voelt wel goed. Dat is een beest trouwens, dat ding. Nou, was een beetje een vage video, maar de Suzuki V-Strom 1050 DE. Even snelle eerste reactie van het stukje wat ik er net mee gereden heb. Een leuk ding, absoluut. Wel heel erg weggeoriënteerd in de mode A wordt het heel erg gretig. In de B-modus is die een stuk vergevelijker. Dat is een ding wat zeker is. Maar voor de rest is het wel een leuke fiets om mee te rijden. Persoonlijk zeg ik dat de lage zit die ik bij deze heb ten opzichte van bijvoorbeeld de Versus. Die vind ik wat minder, maar het is absoluut geen verkeerde motorfiets. Dus, ja, de V-Strom 1050 DE. Zeker de moeite waard om uit te proberen, mocht je in de markt zijn voor een allroad.
of een street bias onrood in dit geval. Zoals ik al eerder in de video zei, heb ik de verkeerde motor getest. De Suzuki V-Strom 1050 is inderdaad meer straat georiënteerd en dat merkte ik ook tijdens de rit. De V-Strom 1050 DE is meer allroad georiënteerd. En dat zie je ook terug, want de DE heeft spaakvellen en dat heeft de 1050 niet. Daar had ik het al aan kunnen zien, maar ik heb gewoon niet opgelet. Ben je echt op zoek naar een allroad model puur gericht op de straat, dan is de V-Strom 1050 absoluut er eentje die de moeite waard is om te bekijken. Zoek je wat meer allroad georiënteerd, dan kijk je naar onder andere naar de V-Strom 1050 DE. Bedankt voor het kijken naar deze video, ik hoop dat je hem leuk vond. Mocht je hem leuk hebben gevonden, laat een like achter onder deze video. Laat ook een reactie achter wat je van de video vond, wat je van de V-Strom 1050 vond. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan zeer zeker. Dat helpt mij om mijn kanaal te groeien en om dit soort dingen meer te gaan doen in de toekomst. Kijk ook op mijn website motorvlognl.com. Daar heb ik een evenementenagenda staan en die vul ik elke keer bij op het moment dat ik nieuwe informatie binnenkrijg. En daar kan je in de evenementenagenda ook alle data zien van diverse dealers en diverse merken waar je dit soort proefritten kan maken. Bedankt voor het kijken, tot de volgende video. En dit was Roy, dit was MotorvlognL. Tot de volgende keer. Later!